uitleg van de C te laten. En hoe ik deze in een majeur vorm speel. Ik begin op de E-laag, bovenste snaar hier. Ik begin hier, als ik even tel, dit is 12, dit is 10, dit is 8. Hier begin ik op 8e fret. Dan ga ik van de C ga ik naar de D. Dat is de 10e fret, dan spring ik naar de A-snaar toe. Dat is de E-noot. Dan ga ik naar de F. Dan ga ik naar de G-noot, op de A-snaar is. Dan kom ik uit op de 10e fret, is dat. Dan verspring ik naar de D-snaar. Dus de A-noot. Dan ga ik naar de B-noot. En dan kom ik bij de C-noot aan. In totaal. C, D, E, F, G, A, B, C. Eerste noot, tweede noot, derde noot, vierde noot, vijfde noot, zesde noot, zevende noot. Dat is het eerste octaaf. Dan kun je doorlopen naar het tweede octaaf. Dit eindpunt van het eerste octaaf is het begin van de tweede octaaf. C. D. Springt dus aan de G-snaar. E-noot. F-noot. Dus tiende fret op de G-snaar. Dan springt naar de B-snaar. Dan ga ik naar de, van de A-noot naar de, sorry, van de G-noot naar de A-noot. Vervolgens ga ik naar de B-noot op de hoge E en dan de C. Dan loop ik terug. C, B, A, G, F, E, D, C. Teruggespeeld over twee octaven.